nieuwe video. Nee, ik kijk het scherpje al niet. Ik zit de hele tijd op jou te letten. Gedraag je nou gewoon, hoef ik ook daar niet op te letten. Kijk, ik doe het expres, dat is mijn hoofd een beetje afgehakt. Oh. Oké. Okay. Ja, jou niet, want jij hebt een kleine. Oké, okay, daar gaan we. Hoi, en welkom bij een nieuwe video. We hebben de slappe lach, maar oké. Ik ben vandaag niet alleen, maar met een hele knappe gast, namelijk Mookie. En... Nou, wij hebben wat gewinkeld en ik heb nog bij een andere winkel dingetjes gekocht. En ik zei, mam, je moet het ook laten zien. Dus dat gaan we doen. En ik ga beginnen met dingen die ik bij Shoebi kocht. Even kijken hoor, was dit nou van Shoebi? Ja, dit is ook van Shoebi. Als eerste kocht ik dit shirtje. En dit is een soort leeuwpaardprintje. En die was nu nog maar, ik kan niet rekenen, hoeveel is dit? Het was de helft van de helft, weet je niet? Ja. Oh ja, alle kleding die we hebben gewinkeld, dat is heel goed. Het was allemaal de helft van de helft. Maar hij was dus 35 euro, dus nu. Toen was hij voor de helft 17,50 en daar de helft van. Voor het gemak bijna 9 euro. Nou, hartstikke duur. Dus die nam ik mee. Ik dit shirt en achteraf kwam ik erachter dat dit een tour is, maar ik vind die best wel leuk voor de zomer. En dit is, even kijken, 40, nou dan kan ik nog wel rekenen, dit was nu nog maar 10 euro. Dan kocht ik een heel leuk blouseje, die is zwart en een soort baseball vestje. Leuk ook dat jij erop staat, Moek. En die was nu ook nog maar 10 euro. En verder kocht ik nog deze trui die ik nu aan heb. Maar dat ja, is gewoon een beetje trui. En een t-shirt dat in de was ligt. Oh ja, en een t-shirt dat in de was ligt. Maar die hebben we helaas niet. Dus deze kocht ik nog niet uit voor 10 euro. Ja. Oké. Naar een winkel net. En Mookie gaat even laten zien wat ze daar hebben gekocht. Helemaal vrijwillig. Vrijwillig, ja. Een t-shirt. Ja. Vrij basic. Ja, ik ben van de oude garde, hè, dus dan mag dat wel. En die hebben we gehaald bij de Stone. Ja. En hij was 30 euro. Nou, was ook weer de helft van de helft. Dus toen was het uiteindelijk 7,50 euro. Ik dacht, nou, dat is van de zomer. Mocht het ooit nog mooi weer worden, toch leuk om te hebben. Ik kocht. We doen het even onze beurt. Oh, ja, want, ik denk ik ook helemaal nee, helaas. Nee. Ik kocht dit jurkje, die je helemaal niet goed kan zien, maar het is wel een leuke print. Hallo. Hij is groen met zwart. En hij was 50 en nu 12,50 en die heb ik van Mooksy gekregen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Die heeft zo'n hoog kraagje. Basic, ja, je kan niet heel goed zien. Een soort pantalon, nou, dunachtig. Je moet de bovenste laten zien. Stofje, zo, met een taaiband aan de voorkant. Die hebben we allebei. En de achterkant elastiek. En dan de pijpen met een omslag. Omslagje. Het zit een beetje in de kreukel, maar ja, het is net uit de tas. En die was, kijk, ik dacht 40. Nu ook 10. 40 en ook weer de helft van de helft, dus 10 euro. Altijd leuk. Nou, die heb ik dus ook. En ik nam nog een andere broek mee, maar ik had laarzen aan waardoor ik ze niet kon passen, want die laarzen krijg ik nooit meer opnieuw aan. Dus dat is heel fijn. Of dus mijn moeder heeft ze even voor me gepast, maar als bij mijn moeder het groot is, zit hij bij mij goed. Dus dat is heel fijn. Ik nam deze broek mee van de Only. En het is een beetje hetzelfde idee, een beetje een soort pantalonachtig. En deze was nu ook nog maar 10 euro, dus die vond ik heel erg leuk. Als laatste nog een blouseje. Deze komen allemaal van de Stone. Ja. Is eigenlijk een beetje een soort polyester satijnachtig. Met aan de achterkant een beetje een soort open ruggetje. Ja. Dat klinkt niet zo aardig. Met een driekwart mouwtje. Ja, en hij was? En hij was 30 euro, 15 euro door de helft, daar weer de helft van, 7,50 euro. Ja. En dan is dit ook alweer mijn laatste item. En dat is dit shirtje met kant. Ik ga meteen even kijken hoe duur die was. Even kijken, hij was 30, 15 en toen zei 50. Er zit zeg maar aan de bovenkant zo kant. En bij je mouwen schijnt hij zeg maar door. Dus ja, die vond ik heel erg leuk. En die nam ik mee.
geshopte items in de helft van de helft actie, korting, winkels. Echt geweldig. Dat moet je echt vaker doen trouwens. Ik wil dat ze dat vaker doen, maar dat doen ze niet. In ieder geval, ik heb allemaal leuke dingetjes weten te scoren. En Moekie ook. En die vond het heel leuk om in deze video te zijn. Ja, ik vind het echt fantastisch. Eerste en de laatste keer. Nou. Maar een goede tip, wat ons niet gelukt is, gisteren bij Manfield. Oh ja. Op alles bijna 70%. Dus... Manfield is een hele dure schoenenwinkel. Dus als de wielen weer ga even kijken als je nog een paar leuke laarsjes, schoenen, gimpjes nodig hebt. Ja. Nou, dus dat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat mijn knappe moeder even in beeld was. En ze komt vast nog wel een keertje voor, als ze dat leuk vindt of niet. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Ik moet niks zeggen. Nee. Gewoon aardig kijken. Dit komt op YouTube best. Dus je zet zelf de lul. Maar dat leer ik ook helemaal ook niet. Ja, oh nee, dat ga ik echt niet. Nee, mama. Nee, nee. Ga jij maar zelf. Je nee, zegt wel, mijn moeder heeft je ook nog leuke dingen. Nee. Even. Gewoon leuk kijken. Ik ben hartstikke knap. Klaar voor? Ja. Kijk hoe raar. Kijk, je kunt jezelf daar zien. Nee, je zit helemaal zo. Ja, nou, dit is echt niet mijn ding. Mijn ding was het ook niet. Jij kiest ervoor, ik toch niet. Jawel, je kiest er nu ook voor. Ik word gedwongen. Ik word gedwongen, dat is iets heel anders. Niet te spel. Ja, dat ook niet. Dat vind ik ook nooit. Dit wil je wel. Eer. Nee. Ik wil het niet. Nee, je mama. Ik wil het niet. Oh, waarom zeg je dan eerst ja? En nu ineens nee. Ja, jij zegt gelijk YouTube. Denk ik, oh, dat wil ik echt helemaal niet. Nee. Mama, ik heb nu nog geen. Nee.